Ratelband diende zijn verzoek eerst hierin, op het gemeentehuis van Arnhem. Maar daar zagen ze zijn plan voor leeftijdsverandering niet zitten. Daarom treffen ze elkaar nu weer bij de rechtbank aan de overkant. Moet ik nou u zeggen? Moet ik je zeggen? Nee, gewoon jij gewoon zeggen. Het is toch vandaag de dag is dat heel normaal. We zeggen nog net tegen de rechter u, hoewel ik al vaker meegemaakt heb dat getuigen gewoon je en jij zeggen tegen de rechter. Ik vind het dan nog niet kunnen, maar goed, dat is natuurlijk mijn generatie, zou ik bijna zeggen. Maar ook de generatie van de 50-jarigen. En bij zijn eigen generatie en die van de 50-jarigen wil Ratelband niet meer horen. 49, dat lijkt hem wel een mooie leeftijd. Hij schermt daarbij met een psychiatrisch rapport en met een botonderzoek die aan zouden tonen dat die leeftijd ook beter bij hem past. Tijdens de rechtszaak wijst hij ook op mensen die wisselen van geslacht. Als zij dat kunnen, waarom zou hij zijn leeftijd dan niet aan kunnen passen? Vindt u ook dat u dan er net zoveel aan leidt als mensen die zeggen dat ze in het verkeerde gender geboren zijn? Nou, elk mens leidt op een andere wijze natuurlijk. Hè? Dus ik matig mij geen oordeel aan dat ik meer of minder leid dan hij of zij of het. Het is een persoonlijke belevenis. De gemeente blijft tijdens de rechtszaak bij haar standpunt en wijst erop dat er nog geen grote maatschappelijke behoefte aan leeftijdsverandering is. Dat is één kant en de andere kant is natuurlijk gewoon dat de wet geen mogelijkheden biedt. Of de rechtbank die mogelijkheden wel ziet, weten we binnen 4 weken. Dan volgt de uitspraak.